Hallo, wij zijn van Horst aan de Maas. En ja? Nu hebben we gehoord dat u aan het scheiden bent. Ja, dat klopt. Maar niet op de manier dat u denkt dat ik aan het scheiden ben. Maar ik heb het eten aanstaan, dus kom even binnen. Ik ben net begonnen, dus kijk maar mee. En wat gaat u vandaag maken? Aardappeltjes met broccoli en een kippetje. Deze die stop ik bij het groenafval. Dat lijkt me logisch. En ja, dat is logisch. Ja, want wij scheiden alles. Dus het keukenafval gaat eigenlijk allemaal bij het keukenafval. Ik kan het wel even laten zien. Pak ik een kippetje. Dat vind ik lekker kip. Alleen die vieze stukjes die snij ik er dus van. Die gooi ik dus ook bij het keukenafval. En dat is handig, want dat wordt elke 2 weken opgehaald. Of eigenlijk 2 keer per week opgehaald. Dus dat gaat ook helemaal niet stinken. Het gaat niet stinken? Nee, omdat ze het eigenlijk om de 3 dagen komen ophalen. Deze gaat bij het restafval, maar deze gaat bij het plastic. Dus die breng ik dadelijk weg. En het restafval, dat heb ik in de gang staan. Dus dat bewaar ik ook altijd eventjes om dat taak allemaal samen weg te doen. Dus u bent wel echt bewust bezig elke keer met welk afval waar naartoe moet? Ja, maar het is niet dat ik nou zo ontzettend een milieufreak ben. Maar ja, het is vooral handig dat je groenafval gewoon meteen, je keukenafval meteen weg is. En nou ja, voor de rest vind ik het ook niet zo'n probleem. En ja, ik woon niet zo groot, dus ik kan ook niet allemaal die grote vuilniszakken hier hebben. Maar ik bewaar alles in de berging. En vanuit daar breng ik het, als het te veel wordt, breng ik het naar beneden toe. Waar ik de bakken heb staan. En dan gaat die broccoli zeker ook weer bij het keukenafval? Ja, dat had hij goed geraden. En voor de drankpakken. En het pak maak ik dan helemaal. En die gaat in de prullenbak? Ja, die gaat in de prullenbak, maar wel bij de karton en bij het blik. Want dat scheiden we ook apart. Bij de drankkartons, dat scheiden jullie apart? Ja. En dat vindt u geen probleem? Ik vind dat geen enkel probleem. Ik heb daar verschillende bakjes voor, dus ik zet het allemaal apart neer. Deze gaat weer bij het restafval. Voor het restafval moet je betalen hier in Horst. Dus ook dat is een voordeel als je heel goed aan het scheiden bent, dan. Dan heb je weinig restafval nodig, dus dan kost het je ook minder geld. Dus het restafval kost geld? Ja. En voor de rest komen ze eigenlijk allemaal van niks ophalen. Dus hoe beter je afval aan het scheiden bent, hoe meer geld je kunt besparen eigenlijk. Dus het levert er ook nog wat op? Ja, uiteindelijk wel. En dat andere afval komen ze allemaal elke 2 weken halen. Ik heb nu een hoop afval en loop ik even naar de berging om daar de spullen weg te doen. Die heeft u in de berging staan? Ja. Dan doe ik het glas hier in de krat. Het restafval dat gaat in de prullenbak. En dan hier om het hoekje heb ik het plastic. En dat doe ik eigenlijk in deze zak totdat die vol is. En dan ga ik hem daarna beneden vullen. Deze is van de blikken en de drinkkartons, de drinkpakken. En voor het restafval heb ik deze zak in de kleurtjes van Horst. Dus, dat is een grote zak. Ja, maar ik moet zeggen dat ik, als ik hem 1 keer per maand aan de weg zet, hij is gewoon niet zo snel vol. Als je maar goed aan het scheiden bent, dan heb je hem niet zoveel veel nodig. Als je goed scheidt, dan heb je niet veel afval. Precies. U zei dat u blik bij de drankkartons gooit. Ja, dat klopt. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar blijkbaar kunnen ze dat heel erg goed scheiden. En is dat geen enkel probleem om dat bij elkaar te gooien. Het is hetzelfde als dat je de luiers mag je ook bij het keukenafval gooien. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar blijkbaar kan het. En dat maakt het natuurlijk wel veel makkelijker om te scheiden. Want dan hoef je niet ook nog die stromen allemaal apart te verzamelen. Luiers bij het keukenafval. Ja, ik vind het ook een hele bijzondere. Maar zoals het uitgelegd wordt, kunnen ze dat heel erg makkelijk scheiden, dat plastic en dat groenafval. En ik begreep dat zelfs het incontinentiemateriaal erbij mag. Dus daar heb ik geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat mensen het wel fijn vinden dat ze dat daar weg kunnen gooien, zeg maar. Want deze gaat straks inderdaad gewoon bij het karton. Dat is dus het blik. En we hebben het glas natuurlijk ook nog apart. En dan heb ik ook iets gehoord
over Horst, over het tuinafval. Dat daar iets heel bijzonders mee is. Nee, ja. Het tuinafval wordt... Ja, ik heb geen tuin natuurlijk, dus ik moest even denken. Ja. Het tuinafval wordt buiten, ik weet niet of je ze kunt zien vanuit hier, wordt buiten in tuinkorven verzameld. Dus daar kun je met je kruiwagen naartoe rijden en ja, dan kun je het daar kwijt. Jouw honger? Nou, het ruikt goed. Alsjeblieft. Eet smakelijk.